Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een wisseldecoder. Ik had vroeger als klein jong deze oude wisselaansturingen met de twee knopjes erop waarmee je een wissel rechtdoor kon zetten of kon afbuigen. En dit was dan voor twee wissels. En als ik straks mijn baan ga opbouwen, dan denk ik niet dat ik dat nog op dezelfde manier wil doen. Ik denk dat ik dan dat toch via DCC wil gaan doen. En ik heb gekeken naar zo'n DigiCase. Die is heel mooi. Ook niet zo heel duur. Maar ik kwam een aantal van deze op het spoor. En ik ben toch hiervoor gegaan nu. Omdat ik denk dat de prijs het was. Dit zijn... Rosoft WDD, de WDD decoders. Ik heb er hier een, ik heb er nog eentje. En de handleiding over hoe je deze in moet stellen is ontzettend eenvoudig. En ik begreep het niet. Dus ik dacht, laat ik daar een filmpje over maken. Want de handleiding zegt, druk dit knopje in, het lampje gaat branden, stuur een adres naar de decoder en klaar. Dus ik dacht, dat moet toch wel te doen zijn. Maar het is iets wat ingewikkelder dan dat. Er zitten een aantal kleinigheidjes bij. Je kunt hier vier wissels op aansluiten. Je kunt ook met zijn hier iets mee doen, maar ik ga heel even alleen uit van wissels. Deze vier wissels hebben een vast stramien wat betreft adressering. Als ik uitga van adres, het eerste blok van adressen, dan is dit altijd 1, deze 2, deze 3, die 4. Het volgende blok van adressen is deze 5, 6, 7, 8. Het volgende blok 9, 10, 11, 12 enzovoorts enzoverder. Als ik dus de eerste wissel op adres 6 zou willen zetten, dat kan niet. Dan moet ik hem hierop aansluiten. En dat is gedaan zodat je met het instellen van... de decoder ook kunt aangeven wat voor modus dat hij draait. Er zijn een aantal modussen. Nou moet ik even de handleiding erbij pakken, want die weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er in totaal 8 modussen zijn, modus 0 tot en met 8, maar ik weet niet van allemaal wat ze doen. Ik weet van alleen van modus 0, 1 en 2. Dat 0 betekent 0,5 seconden. 1 betekent halve seconde en modus 2 betekent 0,25 seconden dat er stroom staat op de wissel om te schakelen. En om deze decoder in te stellen moet je het adres sturen in dit blok van adressen. En afhankelijk van het adres dat je stuurt en de richting die je stuurt voor de wissel, stel je even de modussen in. Dus stuur ik adres 1... voor deze, zodat dus het aantal adressen is 1, 2, 3, 4. En ik zet hem op afbuigend als eerste. Dat betekent dat hij op modus 0 komt. Zet ik hem op rechtdoor, komt hij op modus 1. En zet ik hem op adres 2 afbuigend, dan komt hij op modus 2. Datzelfde grapje dus ook voor als ik deze op 5 zet. 5 afbuigend is 0, 5 rechtdoor. Is 1 en 6 afbuigend is modus 2. Dat had ik niet door. Dus ik dacht, ik wil deze op adres 9000. Ik noem maar eens wat. Ik had 900 gekozen. Maar nog, adres 900. Ja, ik weet niet welke modus dat hij dan komt. En welk adres dat hij terecht komt. Ik kon me in ieder geval niet vinden of aansturen. Totdat ik dat trucje begreep. Nou, om dit dus aan te sturen, ik gebruik nu nog even Decoder Pro. Ik heb geen fancy programma hiervoor. En daarvoor open ik de Turnout Control. Ik stuur nu, even voor de duidelijkheid, deze is dus mijn voedingskabel. Die gaat naar mijn Fleischmann transformator. En deze gaat naar mijn DCC encoder. Dus deze gaat normaal gesproken naar de spoorbaan. En dit is mijn wissel. Zwart is wat je normaal gesproken op de transformator aansluit. Deze twee sluit je normaal gesproken op dit ding aan. En op de zijingang hier sluit je dan de witte kabel aan. Als je zo'n Fleischmann kleurschema gebruikt.
Maar terug naar de decoder. Encoder. Decoder Pro. Als ik nu dus stuur. Adresnummer 1. En ik zeg. Kijken, is dit rechtdoor? Nee. Adres 1 rechtdoor. Wat doe ik verkeerd? Oh ja. Voor programmeren altijd dit knopje indrukken. Het gele lampje gaat branden. En nu zeg ik 1 rechtdoor. Goed. Mooi. Nu staat deze ingesteld op 1, 2, 3, 4. Modus 0. Dus 0,25 seconden stroom naar de wissel om hem om te zetten. Als ik hier naartoe stuur 2 rechtdoor. Knopje indrukken. Zo. Dan zou die nu. Doet hij niets meer. Oh ja, nee. Dan moet ik hier ook weer 1 invullen van het eerste adres. Dan stuurt hij nu 0,25 seconden stroom naar de wissel toe. Nou, ik moet deze een keer opknappen, want hij sluit en opent niet helemaal. Dus dat is ook nog eens een keer een dingetje. Samenvattend. Ik begreep niet wat die modus waren. Ik begreep niet hoe je ze in moest stellen. En ik begreep niet dat dit vaste blokken van 4 adressen waren. Dus toen ik dat eenmaal door had, wil ik deze dus op adres 9 hebben. Stuur, met modus 2 stuur ik 10 rechtdoor. En dan staat deze op 9. 10, 11, 12. En wordt er 0,75 seconden stroom gestuurd naar de wissel voordat hij schakelt. En dan is het heel makkelijk. Dan kun je makkelijk een aantal van deze dingen programmeren, aansluiten, inregelen in je programmatuur. Je kunt het dus ook makkelijk doen met je multimouse, met je IntelliBox, met alles. Maak een adres aan voor waar je het op wil hebben. Zeg dat het een wissel is, zeg dat hij rechtdoor gaat en zorg ervoor dat je het juiste adres gebruikt. Wat in feite dus deelbaar is door 4 plus 1. Nou, dat wordt een beetje te moeilijk. Zorg ervoor dat je weet dat je een juist blok selecteert waar dit in kan zitten. En dat kun je makkelijk met je rekenmachine uitrekenen. Al ga je maar gewoon net zo lang op 4 plus 4 zitten duwen tot je uitkomt op iets waar in de buurt zit waar je hem wil hebben. Stel het adres in, zeg rechtdoor, ingesteld, klaar. Oh, en de knopje natuurlijk. En daarna kun je hem op je baan monteren. Nou moet ik alleen nog fatsoenlijke wissels hebben. Deze dingetjes schoonmaken. Zorg dat het allemaal gaat werken. Want ik heb niet het idee dat als ik dit in het echt ga gebruiken, dat die echt betrouwbaar dicht gaat. Ik denk dat als ik hier overheen rijd, dat die mooi ervan afrijdt. Tot zover. Mijn avontuur met de Rosesoft WDD. Ik hoop dat mijn uitleg enigszins duidelijk was. Ik zie graag comments. Mocht iemand mij willen corrigeren. Of mocht iemand mij kunnen wijzen op een duidelijkere uitleg. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.